Mijn naam is Hans Hoogland, sales manager voor de firma Lemke. Vandaag nemen we even u mee in de zaaibedbereiding. Daar hebben we onze machine voor, de Lemke Compactor. Hoe maken we een ideaal zaaibed? Nou, een ideaal zaaibed moet zijn dat het overal gelijkmatig even diep is losgemaakt. Daarboven licht kruimelige grond. Het liefst wat grove korrels bovenop tegen de slemp. En wat moet deze machine dus uiteindelijk doen? A. Egaliseren. En B. Lichtelijk aandrukken. En dat zo gelijkmatig mogelijk. En als het kan ook nog verkruimelen. U ziet hier de Lemke Compactor in de frontuitvoering. En die is dus uitgevoerd om te beginnen met een verkruimerol met rechte strippen. En daarachter zit een egalisatieplaat die de grond bij hem houdt. En achter die egalisatieplaat en die rol zitten overlappende ganzenvoeten, zodat we overal egaal even diep de grond losmaken. In dit geval werken we ongeveer een centimeter of 3. En op wens van veel klanten zijn nu de ganzenvoeten ook iets overlappend. En daarmee creëren we ook gelijk een grondlaag. En die komt weer in de tweede verkruimerol met ook weer een egalisatiebalk. Dus we doen hier inderdaad alles egaal even diep losmaken. En daarachter en daarvoor dus verkruimelen en egaliseren. Alles instelbaar, hier zelfs uitgevoerd met een hydraulische cilinder. Dus mocht je een keer hele lichte grondval hebben, dan kan je de machine iets instellen dat de egalisatiebalken licht gaan lossen. Eigenlijk kleine correctie, het zijn geen egalisatiebalken, het zijn maar egalisatieplaten. Komt daar te veel grond in, kunnen ze hier tegen de veerdruk in ietsje omhoog en gaan ze heel langzaam lossen, zodat ze nooit te vol kunnen lopen. En hierachter zien we de compactor, in dit geval met andere rollen, ook weer egalisatieplaten, ook weer ganzenvoeten die alles over de volle breedte egaal losmaken, losse grond creëren voor de tweede rol, ook weer een egalisatieplaat erachter, zoals ik al zei, als hij te vol loopt kan hij iets gaan lossen. Aan de achterkant van die machine zit een crosskillwals en die crosskillwals zorgt ervoor, A, door zijn gewicht, dat de machine egaal op diepte blijft lopen, want we willen dit zaaibed plus minus 3 centimeter, dan denken we aan bieten en uien, misschien nog ietsje minder. Die rol houdt die machine op zijn plek, dat is A, en B drukt hij het aan en C trekt hij iets de grove kluitjes omhoog. En het resultaat dat zien we hier, we zien dus hier onderin de fijne grond waar het zaaizaad komt, u kunt mooi zien, egaal losgemaakt. En bovenin hier en daar een grover kluitje die die crosskillrol omhoog trekt. En daarmee kan je dus slemp verkopen. Dus met andere woorden, een perfect zaaibed voor bieten. Voor uien zullen we allicht nog iets ondieper gaan. Maar in dit geval zijn we een zaaibed aan het maken voor suikerbieten. We hebben hem als machine al 3 meter, 4 meter, 5 meter, die zien we hier. Daarnaast hebben we ook nog een 6 meter machine, zowel in de hef als half gedragen.